tijdens een recente regeringsvergadering zijn alle belangrijke besluiten genomen. De overheid bereidt wifi-faciliteiten uit naar 57 VOS-scholen na een succesvolle pilot en investeert fors in de gezondheidszorg met onder andere nieuwe medische apparatuur voor het AZP. Ook is goedkeuring verleend voor de ontwikkeling van biometrische paspoorten en de aanleg van bouwrijvenkavels voor betaalbare woningbouw. Deze initiatieven zijn gericht op het verbeteren van gezondheid, onderwijs, zorg en huisvesting in Suriname. Het Makandra-programma waarin Nederland technische ondersteuning biedt aan de Surinaamse overheid, helpt de afdeling plantenbescherming en kwaliteitskeuringen van het ministerie van LVV om plantgezondheid te verbeteren in Surinames exportpositie te versterken volgens EU-normen. Van 28 oktober tot 1 november 2024 vond een training over mycologie plaats. De training had zowel theoretische als praktische onderdelen en werd bijgewoond door medewerkers van diverse landbouworganisaties. Voor dit project staan meer trainingen op het programma. De politie heeft op 6 november 2024 menselijke resten op een kleidam aan de Kasavoweg in het Waldekgebied gevonden. De resten werden ontdekt in een schommel tussen twee bomen met enkele persoonlijke bezittingen in de buurt. De melder, een man die regelmatig in het gebied komt om leguanen te vangen, gaf aan het skelet al 3 dagen eerder te hebben gezien, maar meldde dit pas later uit angst. De politie heeft het onderzoek en de aangetroffen spullen in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de recherche van Regio West om de doodsoorzaak te achterhalen.